Stel je voor, het is 25 graden, het is een prachtige zaterdag en je gaat de hele dag in je strakke pakkie debatteren. Is dat leuk? Zo, debatteren, superleuk. We zijn nu op de Oude Mannen en Sport en we doen vandaag een simulatie van de BN. Het doel van vandaag is met name dat studenten zich inleven in de wereld van de diplomaat. En door middel van debat tot een resolutie komen. We hebben mensenrechten in Korea, we hebben drinkwater in Palestina, terrorisme en de Millennium Goals. In principe tijdens de conferentie zelf gaat het met name om de inhoud. Maar daaromheen gebeuren ook nog zoveel andere sociale activiteiten. Daar kan je prima je grappen en andere kwaliteit in kwijt. Nou, stel ik heb net een mooi pak gekocht en ik vind dit leuk en ik wil me volgend jaar aanmelden. Hoe kan ik me dan op de beste manier voorbereiden? We hebben dus per committee verschillende onderwerpen en daarvan maken wij study guides, dus studiegidsen. Daar staat een heleboel informatie in over het land zelf, maar ook over de committee en het onderwerp. Dat kunnen ze lezen en vervolgens geven we ook nog bronnen die zij daarna kunnen opzoeken om nog wat meer informatie te krijgen. Het valt me wel op dat iedereen heel erg formeel is en ontzettend zijn best doet om vooral serieus te blijven. Wat zijn de redenen van? Nou, de reden is denk ik, iedereen neemt het serieus omdat er natuurlijk ook serieuze onderwerpen zijn. En ik denk ook dat mensen al bezig zijn met hun toekomst en misschien ook wel een baan zoeken bij de VN of een vergelijkbare organisatie. Daarom willen ze het ook professioneel aanpakken, dus ik denk dat dat de reden is. Er kunnen zoveel meer studenten meedoen van alle disciplines, alle opleidingen. Ze zijn ook welkom. En als je nou een drietal kwaliteiten zou moeten noemen die je nodig hebt voor het debat, welke zouden dat dan zijn? Ik denk toch wel je taalvaardigheid. Je moet ook wel toch een persoonlijkheid hebben en dat ook een beetje kunnen uitstralen. Je moet wel het spelletje meespelen, maar toch ook heel origineel zijn. De hele dag debatteren en acteren alsof je de Verenigde Naties bent. Het is niet echt mijn cup of tea, maar als je er wel van houdt, moet je volgend jaar zeker weten aanmelden. Stel je voor, het is 25 graden, het is een prachtige zaterdag en je gaat de hele dag in je strakke pakkie debatteren. Is dat eigenlijk wel leuk? En loop ik nu niet tegen die scooter aan?